Zo! Hij is verloofd, hè? Hij zei tegen mij iets anders. Vooral in dat bad, wat daar is gebeurd. Ja, dat is echt niet normaal. In dat badje. Oké, ga naar vrouwtje. Oh, ik zat een vriendin van je. De bot, vrouwtje de bot. Hey, ik heb denk ik een klein foutje gemaakt. Ik ga nu eerst even vragen of ik ook binnenkom met een kopie van mijn ID. De douchedeur hangt een beetje scheef. Oh my god. Ik wil dansen nu. Ik wil huilen in mijn leven zonder paraplu. Voor het eerst in anderhalf jaar weer bij een concert te zijn. Het is ook heel schoon. Ja. Ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 oktober. Het is de verjaardag van Martijn. Gefeliciteerd allemaal met Martijn. Gisteren was echt een gekke dag. We hebben de reunieshow aangekondigd van Only 7 Left. En die was gewoon binnen een dag uitverkocht. Ik had op zich wel verwacht dat er nog aardig wat fans van vroeger en misschien nieuwe vrienden en familieleden zouden willen komen kijken. Maar in één dag die hele zaal uitverkocht. Volgens mij is dat nog nooit gelukt toen we nog bij elkaar waren. We hadden een persbericht verstuurd en 's morgens heel vroeg was er al een notificatie van nu.nl die het had overgenomen. Volgens mij hebben we in al die tijd dat we nog bij elkaar waren misschien één keer een nu.nl pushbericht gehad. En mocht je denken, shit, ik had er nog bij willen zijn. Dat kan, want er is een extra show aangekondigd. Ga vooral naar only7left.nl als je nog kaartjes wil kopen. Vandaag verder geen Only 7 Left, maar wel muziek. Want ik ga zo naar Brussel, naar het concert van Vrouwtje. Samen met Doak, Marinus die is er al, Jesse gaat ook mee. En Bonnie en Nick zijn er ook. Dat wordt ook heel erg leuk, denk ik. Misschien gaan we daarna nog lekker uit in Brussel. Voor zover dat kan, weet ik eigenlijk niet zo goed. Katje, ga je mee anders? Ik hou niet van Vrouwtje. Stop. Oh, het is alweer 7:30. Ik moet over 10 minuten de trein hebben, dus ik ga fietsen. Er is wel iets heel moois op het station zo. Schatje. Ken je alle liedjes van Vrouwtje? Ze kennen er niet zo heel veel, dat scheelt. Nee, maar ik ken wel die alles van de eerste EP ken ik allemaal. Ja. Ik heb er helemaal zin in. Wat is je fave? Nou, ik vind Ik wil dansen natuurlijk een lekkere banger. Ja, ik denk dat vanavond wordt Ik wil dansen wel echt... Ja, maar ik vind Om de Zon, ik heb ook een lekkere beat. Ja, dat is mooi. Ja, eigenlijk zijn ze allemaal wel goed. Ja, het is gewoon, ze is ineens zo'n mega sensatie. Ja. Ja, maar toch, terwijl ik zei de afgelopen dagen, mensen vroegen, wat ga je doen in Brussel? Ik ga naar Vrouwtje. Oh, ik zat een vriendin van je. De bot, Vrouwtje de bot. In Nederland was alles uitverkocht heel snel. Dus naar Brussel nog niet. Gaan we lekker naar Brussel. Ja. Kunnen we een weekendje van. Eindelijk weer eens dansen. Dansen in de club. Dansen, ja, want het is dus ook helemaal open. Ik ben nog helemaal niet uit geweest. Nee. In de club. Ik ben alleen in het theater geweest nog. Ja, ik ook. Ik heb alleen maar gewerkt, dus ik heb al zin in een verzetje. Ja. De vorige keer liep het ook al zo grandioos uit de hand. Wat er toen allemaal is wat gebeurd. Toen al is gebeurd. Oi, 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 oi. Ja, en Marinus is er dus al. Jesse is er al, want die woont er. En die gaat lekker voor ons koken vanavond. Uitgebreid stond er nu. Ik heb zin om uitgebreid te koken. Iets met kip, geloof ik. Kip? Ja, zo. Kip. Oh. Ik heb zin om kip te koken. En we gaan nog even ergens lunchen. Ja, daar heb ik ook zin in. Want het is namelijk heel vroeg, hè? Dames en heren. We hebben geen champagne dit keer. Dus, nu 10:30 en we zijn net voorbij Rotterdam. Zo, we hebben de reis overleefd. We zijn aangekomen in Brussel. En nu gaan we eten bij Poilé. Bon Gison. Ja, lekker Libanees. Met falafel. Falafel. Lekker. Dat gaan we op deze skatebaan doen. Hier werk ik nu. Duintjes.
kip en bloemkooltaart. Ja. En savoy kool met karwei. Ja. Dat is een mooie. Een mooie blauwe. Lekker. En nog wat andere lekker. We hebben even bij Jesse gechilled. Terwijl hij lekker voor ons aan het koken is, lopen wij naar het hotel. Ik heb denk ik een klein foutje gemaakt. Ik dacht dat het echt heel dicht bij Jesse zou zijn. Maar het is toch nog wel 20 minuten lopen. We zijn er. We zijn er. Het ziet er op zich hier wel netjes uit. Ja. Ja. Nee, ja, ik vind het leuk, een beetje Japan inspired. Ja. Maar ik heb dus een keer in Japan geslapen. Ja, een hele week. Maar ze liep altijd op de grond. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar de bed dan. Jij hebt 3-0. Ik heb 3-0-2. Kijk, ik heb 3-0-1. Ja, we zijn weer buren. Ik ben een buurman. Hier heeft iemand een kleine woedeaanval gehad. Toilet. De douchedeur hangt een beetje scheef. Oh my god. Bed. Hier is nog een kast. TV. Ah, kantoortje. En een schitterend uitzicht op de ringweg. Het is goedkoop, moeten we maar denken. Nou, het bed is volgens mij prima. Verder is het echt... het is niet per se lelijk, maar het is gewoon wel een beetje... Het ziet gewoon allemaal een beetje goedkoop uit. Ja, we hoeven het ook alleen maar te slapen. Het is prima. Maar ik denk dat die kamer waar we vorige keer sliepen, die was nog goedkoper. Eigenlijk beter was dan dit. Zo, ik ben weer wakker. Ik had zo'n kort nachtje gehad. Ik dacht, ik ga heel even een half uurtje liggen. En ik ging liggen en ik was weg. Lekker stadsgeluiden op de achtergrond. Auto's, bussen, sirenes. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik ga mezelf even fatsoeneren en dan loop ik terug naar Jesse. Ik kan er weer tegenaan. Let's go. Hey. Ik heb een outfit change gedaan. Outfit change. Ik stonk een beetje. Oh, je hebt een dutje gedaan. En een heerlijk dutje. Jij niet? Nee, maar jij was heel kort. Het is een powernap van 10 minuten ver gedaan. Half uurtje. Ja, ik was heel bezig met mijn horror kijken. Heb jij dat ook, die horrorluikjes? Nee. Ja, dit is nog niet te doen. Ik heb te veel horror TikTok gekeken om hier rustig te kunnen slapen. Hier komt een hond. Een hond? Nou, ik heb filmpjes gezien dat er een vrouw... Kijk, jij komt... Ik heb een stoel. Voor de reveal moet ze even jouw vlog kijken. Ja, maar ook hier. Okay. Ik heb ook hier een luikje. Ja, sorry. Hier past gewoon een eng vrouwtje. Een Japans vrouwtje past hier erin. Ja. Kan ik helemaal niet. Het ziet er wel fancy uit door dat lamp, door het licht en zo. Maar verder... Ik dan niet. Volgens mij niet. Ik vind het verder een beetje cheapy. Ik vind het echt best wel oké. Misschien ben ik een beetje bevooroordeeld door de locatie. Ja, die locatie is natuurlijk helemaal naadje. Het is heel donker. Als hier opeens een meisje staat, word ik gek. We hebben heel lekker gegeten. Jesse had heel lekker kip gemaakt. We hebben een heel lekker ijsje gegeten bij Gaston. En toen liepen we langs de AB. Toen zag ik dat je behalve je QR-code toch ook echt wel je ID moet laten zien. Terwijl ja, in Nederland staat dat ook overal, maar vragen ze het nergens. En die heb ik in het hotel laten liggen. Ik ga nu eerst even vragen of ik ook binnenkom met een kopie van mijn ID. En zo niet ga ik even
op een step heen en weer naar het hotel. Oké, ik heb het gevraagd en de kopie is ook goed. Phew, gelukkig. Op zich lijkt het best leuk op zo'n step. Maar ik weet niet of dit moment, haastig, in het donker, in deze chaos in Brussel, of dit het beste moment is om uit te zoeken hoe het precies werkt. Dus ik ben heel opgelucht en dan missen we ook niet, dan mis ik ook niet het halve concert. Phew. Dit is mijn eerste concert in anderhalf jaar. Ja, zo raar hoe dicht mensen op elkaar staan. Bij Jesse. Oh mijn god, ja. Dat is bizar gekend. Ik heb gehoord wat daar gebeurd is. Dat is echt ongekend. Nee, het was leuk. Ik maak een grapje. Maar het was de zeg maar, ik ben zo'n YouTuber die dan 1000 positieve comments krijgt en 1 negatieve comment die dan hebben. Nick is ook heel schoon. Opnieuw. Het was echt heel leuk. Het enige wat ze hebben gedaan, puntje commentaar. Ik zat de laatste nummers hebben omgedraaid. Ik ook. Want ze eindigden met een nieuw nummer. Dat ik dacht van ja, oké, okay, hallo. Ik dacht, die kunnen we een beetje afkoelen. Ja, is waar. Ja, we gaan naar, we gaan dansen. De Nicolien was dansen. Oh, het was zo romantisch. Hij is verloofd, hè? Hij zei tegen mij iets anders. We hebben het geprobeerd om uit te gaan in Brussel, maar op donderdagavond is er gewoon niet zoveel te doen. Dus we gaan nu gewoon even wat lekkers drinken halen bij de avondwinkel. En dan gaan we verder feesten bij Jesse thuis. Is dit de avondwinkel? Dit is de avondwinkel. Oké, ik hou het. Hey! Hallo! Wat is dit? Oeh, lekker. En hier zit nog iets anders in, maar dat kan ik niet laten zien. Het werd uiteindelijk nog een heel leuk feestje bij Jesse. Bonnie is zelfs nog in bad geweest met Lisa. Misschien dat je dat in haar vlog kan zien. Het was een wonderlijke crossover. Marinus is al in het hotel. Dook is al in het hotel. Dus ik dacht, misschien kan ik nu wel even lekker gaan steppen. Is dat een goed idee? Bonnie zegt nu, we zitten bij een kebabzaak. Ik wil gewoon slapen. Ik wil gewoon lekker slapen. Oh, zit je nieuwe cam? Oh. Wat een klein gaatje. Ja, dit is wat ze zei. Dat is wat ze zei. Nou, wat is het? Waarom, wat is het nou weer? Ik ga nu proberen terug te steppen naar mijn hotel. Op welk merk? Dot moet ik hebben. Ik wil nog één ding zeggen over Brussel. Wat daar gebeurd is laatst. Vooral in dat bad, wat daar is gebeurd. Ja, dat is echt niet normaal. Niet in dat badje. Normaal. Nu halen we twee feesten door. Ik heb echt de hoop gezien, maar... Dook is gewoon in naar huis gegaan, omdat hij niet aankomt. Ja. Het was echt een heel leuk ritje en een chill ritje voor 2,92. Helemaal top. Ik vond de step echt leuk. Ik ben terug in het hotel. Het feestje was leuk, het optreden was echt fantastisch. Van tevoren dacht ik, hoe gaat ze meer dan een uur vullen met zo weinig liedjes? Maar ze speelde heel veel nieuwe liedjes die echt fantastisch klonken. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Heel veel zin in dat die straks gaan uitkomen. En de liedjes die ik kende klonk echt geweldig. Mijn favoriet is denk ik
17. Het is gewoon een heel mooi, rustig liedje. Dat ik de afgelopen tijd heel veel heb gedraaid. En dan moest ik altijd aan Jelle denken. Het was heel erg mooi toen ze dat speelden vanavond. Het was best wel bizar om weer in een zaal te zijn vol met mensen die gewoon dicht tegen je aanstaan. En die allemaal zweten en dansen en springen. Het was eigenlijk gewoon geweldig om gewoon voor het eerst in 1,5 jaar weer bij een concert te zijn. Het is nu bijna 3 uur en dit is ook het einde van deze vlog. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Kijk maar even. Doei! Wat willen we? Escalatie.